Epilepsie is echt geen fijne ziekte. Je kan er wel mee leven, maar toch als je op de grond valt, hersenschudding, en dan pas krijg je er problemen mee. Je gaat toch twee keer nadenken over bepaalde dingen. Als je je wat duizelig voelt, ga je zitten en dan wil je eigenlijk niet meer staan. Voor het geval dat je wel valt, tegen de tafel aankomt of tegen de muur. Als je dan alleen bent, dat is een heel eng gevoel. Ik sta gewoon, of ik wil opstaan, en dan val ik gewoon altijd op de grond. Het is echt de meeste keren dat ik dan op de grond val. En dat is gewoon het ergste. Ik val en dan helemaal trillen, shaken, schuimbekken. Dat lijkt me voor anderen geen fijn beeld. Nee, andere mensen hebben daar ook heel veel moeite mee als ze dat zien. Helemaal mensen die dicht bij je staan, die hebben daar heel veel moeite mee. Er is bij mij geen enkele situatie waarbij ze het na kunnen trekken. Het gebeurt gewoon op een willekeurig moment. En dat is het lastige bij mij. Nu draag ik een kastje bij me die alle data, al mijn hersenactiviteit, een EEG, gewoon 24/7 bijhoudt. Dat is deze elektrode. En dit apparaatje, die plaats ik onder de huid, achter het oor en tegen de slaapkwab aan. Het meet hersengolfjes. En dat doet het dus op die plek, onder de huid. En dat betekent dus dat je er als patiënt helemaal geen last van hebt. Je hebt dat eenmaal een keer geïmplanteerd gekregen. En dan meet het. Dit zelf werkt niet tegen epilepsie. Maar ze kunnen wel zien waar het vandaan komt. Twee maanden nadat die elektrode is geplaatst, krijg ik een NVS, een nervus vagus stimulator. Dat is een soort pacemaker voor de epilepsie. Het apparaat wat daarna wordt geïmplanteerd, de nervus vagus stimulator, dat is bedoeld als therapie. Dus door het prikkelen van een hersenzenuw blijkt dat bij een aantal patiënten met epilepsie de aanvallen veel minder vaak en soms helemaal niet meer optreden. Dus dat is het therapeutische apparaat. Oké, en die kan er dan voor zorgen dat je het niet krijgt? Ja, die zorgt er dan voor dat ik minder aanvallen krijg, minder erg. En dus er is ook een kans dat je er dan helemaal vanaf bent. Wat zou dat dan betekenen voor jouw leven als je er helemaal vanaf bent? Dat is heel fijn, maar het is niet gelijk een zekerheid. Ik heb al een keer gehad dat ik 1,5 jaar aanvalsvrij was en dat het opeens terugkwam. Dus ik denk dat ik in het begin nog wel heel zenuwachtig ben. En toch niet weet wat er nog kan gebeuren. Maar als dat eenmaal weg is, dan ben ik wel heel blij. Dan hoef ik gewoon nergens meer bij na te denken.